Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brain vlogs. Jawel, jawel, jawel. Hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Ik heb zo een zin in deze video. Sowieso wil ik jullie bedanken voor alle comments van de afgelopen video. Love naar jullie. En voordat wij verder gaan, vergeet sowieso niet te abonneren. Ik regel dat gelijk eventjes. En even wat belangrijk is dat mensen ook op het belletje moeten drukken. Want je kan wel geabonneerd zijn, maar dan krijg je niet iedere keer een video wanneer ik online ben. Twee is, jullie weten, sinds kort zitten we op TikTok, Instagram, Snapchat. Fix dat eventjes. Gewoon link in beschrijving. Kijk eventjes en dan voeg ons toe. En dan zie je nog meer toffe video's. Nou goed, wat ik al zei. Vandaag hebben we een hele bijzondere video. Waarom? Normaal gesproken verras ik Bilal of mijn andere familieleden of wat dan ook. Maar vandaag is het aan jullie. Zoals jullie allemaal achter mij zien hier en zo. Zie je dat mensen gewoon echt allemaal iets voor Bilal hebben gehad. Kofferbak zit ook vol. Dus het is wolle echt super bedankt. Echt gruwelijk gewoon. Ik ben benieuwd naar zijn reactie. Ik ga nu naar hem toe. En een andere verrassing is ook gewoon dat Khadija komt. Dat vindt hij ook helemaal geweldig, zoals jullie weten. Dus ik ben benieuwd. Het is lekker weer. Alles zit mee. Maar goed, let op. Ik waarschuw jullie nu alvast, hè. Het kan zijn dat Bilal heel droog gaat reageren. Maar dat weten we niet. Dat is daarom, hè. Daarom is het Bilal gewoon. Omdat hij op zijn manier doet. Voel je daardoor niet slecht of wat dan ook. Het feit blijft dat hij gewoon super blij is. En super tevreden is. En hij gaat al die kaartjes ophangen in zijn kamer. Dus daar ben ik gewoon super benieuwd naar. Nogmaals, vergeet niet te abonneren. Ik ga nu naar hem toe. Want het is al 4 over. En ik ben al 4 minuten te laat. Dus ga eventjes mee. Wij zijn echte mannen. Wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. En trouwens, ik ben even benieuwd hoe hij met die 1,5 meter nu omgaat. Jalla, ik ga racen. Die gozer staat te popelen. Safé, jalla, love. Ciao, ciao. Bilal. Bilal. Wie is dat nou? Alles goed. Hey, pas op hè, 1,5 meter. Dat weet je. Level. Wat zeg je? Level. Ja, maar kan even 1,5 meter, Bilal. Kan je waarschuwen wat je wil, maar... Alles goed, jongen? Echt waar? Heb je er een beetje zin in? Ja. Kijk eens, zo'n slippertjes en korte broekie. Hij loopt er zo mooi bij. Wat zeg je? Hij loopt er zo mooi. Ja, dat doe jij goed hoor, hé. Wat ga jij nou weer doen? Hallo. Ik kom voor jou, vriend. Ga jij wegfietsen? Bruin, ik ken niet achterop zo, hè. Hey. Tjonge, jonge, 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 jonge. Wat zie ik nou? Hè? Huh? Heb jij nou een baardje? Kijk, hè. Hij had gewoon een baardje, die gek. Ga je mee dan, of niet? Ja. Nou, waar gaan we naartoe? Khadija. Khadija? Waar is Khadija dan? Kom even mee. Ik pak de auto, neem jij de fiets, ga je naar de picknicktafel. Zien we elkaar bij de picknicktafel. Ja. Oké? Ja. Zou die het kunnen? Tot zo. Ga je zwaaien of niet? Ja, zwaai dan. Zwaaien. Zwaaien. Hij gaat er gewoon heen ook. Dames en heren, wie we daar hebben. Het is hem gewoon gelukt, joh. Bilal, hoe gaat het een beetje met de corona? Ja. Gaat het een beetje goed? Ja. Hou je het nog een beetje vol? Ja. Ja? Mis je een beetje thuis? Ja. En wie mis je het meest? Wie mis je? Khadija. Mis je Khadija? En wie nog meer? Ryan. En wie nog meer? Sophia. Sophia ook? Ja. En wie nog meer? Wie mis je nog meer? Hé, hey, Bilal. Bilal. Wie mis jij nog meer? Wie nog meer? Zeg maar. Tofik. Mis je Tofik ook? Ja. Echt waar? En wie nog meer? Taha. Taha ook nog? En wie mis je nog meer? Mama. Mis je mama? Ja. Klein beetje of heel veel? Heel veel. En wie nog meer? Papa. Echt waar? Ja. Dan hopelijk mogen we ze binnenkort zien, hè? Gaan we even aan de dokter vragen.
Toch? En dan ga je knuffel geven aan papa en mama? Ja. Kleine knuffel of grote knuffel? Heel veel. Heel veel. Maar Bilal, ik ga eens even wat vertellen. Jij krijgt vandaag, krijg jij, een verrassing. Oh ja. Ja. Weet je al wat voor verrassing? Nee. Niet eentje. En niet twee. Je krijgt er heel veel. Heel veel. Ja. Weet je van wie? Ja. Van fans. Fans. Ja. Weet je wat een fan is? Ja. Nou, wat dan? Ajax. Ja. Bilal is fan van Ajax. Dat klopt. Maar er zijn ook mensen die fan van jou zijn. Ah ja. En die kijken naar jou op YouTube. En die vinden Bilal heel erg lief. Ja. Daarom willen ze altijd met jou op de... Foto. Ja. En er zijn dus een aantal mensen, Bilal, die jou willen verrassen... omdat jij de hele tijd thuis zit. Omdat jij niet naar Brahim kan. En gaan we die verrassing nu pakken of wachten we nog even op Khadija? Wil je die niet pakken? Ja, we wachten even op Khadija. Maar we mogen wel alvast stiekem kijken. Wil je alvast kijken? Maar nog niks openmaken. Kom. Ik heb niet tegen die gelast. Kijk eens. Zie je dat? Allemaal voor Bilal. Hoe vind je dat? Hey, nog niet. Hey. Dat mag nog. Nee, Bilal. Jongen. Even wachten. We wachten even op Khadija. Allemaal voor Bilal. Red Bull zegt hij. Ben je blij? Ja. Wat zeg je dan tegen de fans? Wat zeg je tegen jouw fans? Dankjewel. Oh jee. Wat gebeurt er nou? Wie is dat nou? Wie is dat? Wat is dat nou? Hey. Jan dan? Yep. Ja. Ja, kijk. Jongen. Wat is voor Caro? Zeg maar. Wat is dat? Op vakantie. Ja, lekker, Bilal. Zo, hij krijgt veel grijze haren, jongens. Kijk dan. Het is zijn broer. Wat is dat nou, Bilal? Kan toch niet? Van de ochtend tot de avond, hossel tot ik ben waar ik moet zijn. Ja, ik weet ik kom van nada, maar op een dag vergeet ik al die dame. En bij ik een hossel voor mijn mama en de modellen. Wacht even, wat ga jij nou allemaal doen, jongen? Wacht. Kijk eens, Bilal. Bilal Lakhal. Dat is voor jou. Hey, Bilal. Maar heb jij deze wel nodig voor al deze cadeaus, of niet? Ja, moet je kan je zomaar naar je kamer brengen. Ja, wat zeg je dan? Dankjewel. Dankjewel. Is toch gruwelijk, moet je kijken. Dat was Bilal zelf in. Oké. Liefde. Alles komt voort uit liefde. Alles keert terug in liefde. Zonder begin en zonder eind is liefde. Lieve Bilal, heel veel liefde en gezondheid gewenst. Mogen Allah jullie als familie altijd bij elkaar houden. Op de liefdevolle manier, zoals nu. Ook veel groetjes aan jawel. Khadija. Groetjes aan Khadija ook. Ja. Dat was lief. Maar groetjes, groetjes terug. Van Ed en Leila uit Rotterdam. Van mij heb ik alleen maar liefde. Khadija. Ja, lief hè. Lieve Bilal, zomaar een lief kaartje speciaal voor jou. Je geeft ons veel liefde en positiviteit. Dank daarvoor. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jouw hart vullen met liefde en geluk. Amen. Liefst Nora Amgar, oude schoolgenoot van je broer Brahim. Oh, je hebt bij mij in de klas gezeten. Leuk, Nora. Dankjewel, Nora. Ja, jij was ook pittig vroeger, hè? Zeg maar dankjewel, Nora. Dankjewel, Nora. Goed zo. Bilal Lakhal, weer voor Bilal. Zo. Kijk eens. Oh, echt mooi. Alleen maar liefde. Is wat we elke keer weer in jullie filmpjes terugzien. Lieve Bilal en Brahim, ga zo door. Wij kijken graag naar jullie lieve, leuke, gezellige filmpjes. Liefs Bianca, Rashid, Ilyas en Yassin Bloch. Oh. Dankjewel, familie Bloch.
Het zijn trouwens toppers. Wat blij ik op. Denk aan bro. Bloch. Lieve Billen, ik kijk al super lang naar jullie vlogs. Ben zo trots op jou. Alleen maar liefde. Hou zoveel van jou. Zou je sowieso in alles steunen. En mijn tip aan jou is, follow your dreams. Jullie inspireren mij sowieso erg. Dit is van Hajar en zij komt uit Utrecht. En dit is toevallig een leerling. En Hajar, haar Insta is xhajar.030. Hajar, ik had je beloofd toch? Kijk eens. Is voor jou, Willem. Allemaal hartjes. Zeg maar dankjewel, Hajar. Dank je wel, Hajar. Gewoon een brief van een rekening die betaald moet worden. Zit er ook gewoon tussen. Lieve Billen, jullie maken hele leuke vlogs en jullie motiveren mij met heel veel dingen. Blijf zo gaan. Love, van Norhan. Norhan. Ja. Mogen Allah jullie het beste geven, inshallah. Ja, dankjewel. Voor Bilal, de beste. Made by Eya. Dit is van Eya. Ach, Eya. Ja. Dank je, Eya. Goddie, jongen. Dat is een meisje. Dat is een meisje, Bilal. Kijk, is voor jou. Hey, voor je... Wow! Kijk dan. Nou. Wat zeg je dan? Dank wel. Ja, maar wacht even. Kijk, hij heeft een briefje bijgeschreven voor jou. Voor Bilal. Nou, weer voor Bilal. Lieve Bilal, ik kijk graag naar jullie vlogs. Ik vind het zo fijn dat Brahim en jij elkaar weer kunnen zien. Maar de coronavirus. Ik zag dat je een mooi telefoontje kreeg. Ik wil je graag iets moois voor je telefoon geven. Maak het zwarte envelopje maar snel open. Ik hoop dat je er blij mee bent. Alleen maar liefde. Liefst Jeremy, Shannon. Oh, nah. Leuk. Nou. Hey, super, super bedankt. Deze is echt, echt tof. Ik zeg je eerlijk, deze wil ik het liefst houden. Ja, ik wou zeggen, die neem ik mee. Die neem ik mee. En hij heeft hem gewoon de goede ook nog. Die Galaxy A10. Kijk eens. Tadaa. Dat is voor jou. Wauw. Kijk hè. Nou, dit is anoniem. Er staat hier niemand bij. Hé, hey, kijk eens. Dat is toch niet normaal? Hé? Hey? Jongen, gewoon voor Bilal. Oké. Okay. Doen we zo, Billen? Ja, even wachten. Voor deze moet ik jou eerst laten zien. Hallo, lieve Billen. Hoe gaat het met je? Ik heb gehoord dat je super sterk bent. Nou, dat wil ik wel eens zien. Dus ik heb voor jou bokshandschoenen gehaald, zodat we samen een potje kunnen sparren. Dus bereid je alvast goed voor, want zodra ik je kan ontmoeten, gaan we er een gezellig dagje van maken en gaan we samen sparren. En hou je sterk. Groetjes, Dunja. Hier is een cadeautje voor jou. Dat is deze. Met je handen erin. Zo. Zijn ze goed? Ja. Kan je er hard mee slaan? Kan je even proberen, Bilal? Goed zo. Ja. Oh. Ja. Oh. Hey, rustig aan, hè? Brian Vlogs. Zo, hé. Hey. Allemaal voor Bilal. Kijk hem aan. Wat is dat dan? Zo! Team Dunja. Hey! 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 Hij kent mijn naam gewoon. Ja! Alles goed? Ja, we moeten nog even wachten. Even wachten, kom ik je ophalen volgende week. Zeg maar inshallah. Nee, inshallah kom ik je ophalen. Hij maakt grap. Inshallah, lieverd. Wat doe je? Ja! Lieve Billen. Dunja met de zachte G hier. Ik heb gehoord dat je supersterk bent. Dus hierbij heb ik voor je bokshandschoenen gehaald. En wat lekkere chocolaatjes erbij gehaald. Waarvan je kan smullen. We gaan elkaar snel ontmoeten om een potje te sparren. Dus bereid je maar goed voor. Groetjes Dunja. Dunja, lieve. Oh, er zit nog iets onder. Dunja heeft echt zoveel cadeaus. Echt lief. Dat geeft hij aan mij dan. Oh, wat leuk. Ryan. Pimbom, oh, met Ryan even, ja. Wat we gaan doen, is hij mag nog 5 dingen uitkiezen, want het is echt veel. En ja, we zitten gewoon ruim over tijd. Dus er komt een deel 2. Ja, dan gaan we kijken hoe hij daarop gaat reageren. Wil je een grote doos? Of wil je deze doos? Of wil je deze? Of wil je die? Of kijk eens. Deze? Die. Wat is dat dan? Lieve Billen, wat is het leuk om de vlogs van jou en Brahim te zien. Jullie maken mij blij. Veel liefs, Linda.
Dat is van Linda. Van Linda. Ja. Zo. Zeg maar Rinda. Rinda. Je hebt opa. Oeh. Oeh. Ja. Sorry. Wat zeg je dan? Dank je wel. Wat is dat nou? Nou, wie is dat? Zo. Wat is dat voor iets moois? Wie is kijken, dat? Sophia. Kijken, draai me zo. Fijn. Oh, wat gaaf. Alleen maar liefde. Hier zit, kijk. Er is een neefje Emin, Ryan, Sophia en... Brian. Ja. Weet je van wie dit is? Ja. Dit is van Emin gekregen. Emin. Wat zeg je tegen Emin? Zeg maar Emin. Oh, wat lekker. Vet. Kijk dan. Je laat maar zien aan de mensen. Dank je wel. Oh, kijk. Wat staat erop, kijk. Brian. Nou, wat leuk. Lieve Bilal, hier kun je lekker uit drinken. En tegelijk naar jezelf kijken. En je allerbeste vriend kijken. Dank voor jullie. Altijd positiviteit. Groetjes Astrid. Ook van de bijenkorf weer. Oh, kijk wat stropdas. Oh, dan weten we echt wat hier. Oh, stropdas. Stropdas. Kortdas. Weet je voor wat dat en is? Nog een Hugo Boss ook nog. Zo. Oh, deze is van de baas voor de baas. Is van de baas. De baas? Ja. Weet je wie de baas is? Ja. Wahid. Wahid? Ja. Oh, echt? Is voor jou. Wat lief. Lekker Wahid. Lekker Wahid. Hij doet trouwens Katera manager. Hij doet management. Wat zeg je tegen Wahid? Wat zeg je tegen Wahid? Tegen Wahid van de bruiloft. Voor de bruiloft, ja. Hè? Ja. Ja. Een echte Hugo Boss. Ja, ik zou hem niet in de kruiwagen zitten. Zo, deze zit wel helemaal vol. Wow. Is voor Bilal. De Bloonies, ballonschool. Zij komt uit Voorschoten. En deze vrouw die heeft een bedrijf. Met allemaal leuke dingen met ballonnen en zo. Je moet echt even hun website checken. Bloonies. Moet je echt even doen. Dus dit is wel leuk voor in zijn kamer. Zo, dat is wel schunnen, gaaf. Wat zeg je? Ja, moet je wel even de mensen laten zien. Ja, dat zeg ik wel. Kijk toch. En van wie is dit dan? Geen afzender. We weten niet van wie. Het is gewoon speciaal voor jou. Ja. Zo, hé. Het is voor jou. Mooi, hè? Wat zeg je dan? Dank je wel. Dank je wel. Alsjeblieft. Van wie is die Bilal? Kun je dat zien? Kun je dat zien? Wat staat hier? Geen afzender. Zeg maar. Geen afzender. Zeg maar dankjewel, geen afzender. Geen dank voor de afzender. Wow. Echt mooi. Zo. Lieve Bilal, weer voor Bilal. Ik hoop, inshallah, dat je snel weer leuke dingen kan gaan doen met je grote broer. En gezellig weer kan gaan slapen bij Brahim en Khadija. Maar tot die tijd kan je lekker een bakje koffie gaan drinken in je nieuwe mok. Ik mis je heel erg en ik hoop je snel weer te zien. Liefst Yasmina. Yasmina? Ja. Dank je wel, Yasmina. Wow. Nou, wat leuk. Nou, mooi man. Dank je wel. Kijk eens. Zo. Nee. Wat lekkers. Ja. Voor de enige echte Brahim. Oh, het is van mij. Nee. Lieve Bilal, ik heb een lekker pakketje voor je samengesteld. Omdat je een echte, echte topper bent. Geniet ervan, topper. Heel veel liefs, Rabab, Miranda en Imran. Maar één raam, ja. Raam. Och. Brian Vlogs. Oké, dames en heren, we gaan nog eentje openmaken. En dan volgende week gaan we verder zoals beloofd. Zo, wat is dat? Staat er heel al op? Nou, jou. Wat leuk. Ja, dat vind ik echt leuk. Ja. Even kijken, wat staat hier? Jullie zijn toppers. Allah je gelikom. Nou, gewoon een bal.
Huh? Wat zeg je dan? Dankjewel. Ga je me helpen meenemen die spullen? Ja. Oké. Gaf, we geven echt niet om fame. Ook al eindig ik weer op één. Ik pak en mijn koppen on stage, on stage. Oh, nu roep je lijpen opeens. Ik pak grove cijfers nog steeds. En nu zit mijn moeder toch safe, toch safe. Wat wil je volgende week eten, Bilal? Vandaag? Wat hebben we gedaan? We gingen... Hey, kijk eens, Bille. Bille, kijk eens. We zijn wel. Wat zijn we? Lief zijn, toch? Ja? Oké. Okay. Wat hebben we vandaag gedaan? We gingen... Nee, even wachten. Even wachten. Scheet. Kijk eens. Hey, beste. Wat hebben we vandaag gedaan? We gingen vandaag... Eten. En we gingen vandaag... Drinken. En wat hebben we allemaal gehad van de fans? We hebben allemaal cadeautje. Voel je het leuk? Ja. Hè, wat zeg je tegen de fans? Dankjewel. Dankjewel. En de volgende keer gaan we nog meer cadeautjes uitpakken. Hé, dus mensen, echt oprecht super, super bedankt. Het is gewoon te veel. We zitten gewoon nu bijna 2 uur en het is echt lullig, want zij moet ook gewoon doorwerken en zo. Dus we moesten het gewoon afkappen. En volgende week gaan we gewoon weer verder hiermee. Dus dan komt deel 2 en er komen nog echt vette dingen aan. Ik zag allemaal kleding, schoenen, weet ik veel wat allemaal. Bilal is super blij, alleen het is hem even te veel dat hij zeg maar een soort van overrompeld is. En dat we een soort van stop moeten houden, want hij wil natuurlijk alles uitpakken. Maar ja, ik had jullie beloofd om alles te laten zien, dus ik moet daar een beetje middenweg in vinden. Toch of niet? Ja. Oké. Maar volgende keer gaan we verder? Ja. Gaan we die cadeautjes verder uitpakken? Ja. Zeker weten? Ja. Oké, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Want wij zijn echte echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. We zijn we tijd. Altijd positiviteit. Are. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Nou, kom, gaan we daarheen, Bill, hè? Kom. Kom, we moeten naar binnen. Kom, lieverd. Hey, ja, we gaan wel even vrolijk doen. Je hebt allemaal cadeautjes in je kamer. Ga je lekker uitpakken. Nou, ga maar zwaaien. Kom maar, doei. Nee. Oh.